Zeg maar, het voelt wel echt lekker ervan. Goedemorgen, het is maandag, laatste week voor de vakantie. Daar ben ik echt heel blij mee. Sarah is net opgehaald. Ik mag van de mama's ook niet echt lopen en dat moet ik ook inderdaad niet doen. Dus ik heb een video aangezet die ik gisteren nog geëdit heb. Die is aan het renderen. Ik heb thee gezet en mijn naam klaar liggen. En ik heb gewoon niet eens zin om ze van de tafel af te halen. Ik heb zo slecht geslapen, want... Dan merk ik toch dat ik gisteren eigenlijk te veel heb gedaan. En dan gaat de pijn omhoog. En vooral met slapen. Dan draai ik me om en dan schiet het erin. En dan word ik weer wakker. En ik word echt gek van mijn eigen gezeur. Ik hou er niet van als ik iets heb. En niet alleen om het feit dat ik iets heb. Maar ook vooral wat ik allemaal niet kan en zo. En de aandacht die je trekt. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Laat mij maar gewoon fit zijn. En rondrennen en alles doen. En... Oh, ben ik echt niet goed wakker, zeg maar. Maar goed, hè? Wat veranderen we eraan? Helemaal niks. Ik zal het ermee moeten doen. Ik heb wel die pannen staan. Ik ga nu gewoon even op de bank hangen. Ik denk dat ik gewoon even televisie ga kijken en waarschijnlijk in slaap ga vallen. Ik heb toch geen verplichtingen. Ik heb geen overblijf, niks. En dan dadelijk, als ik wat fitter ben, weer even wat doen. Ik zie ook dat ik mijn camera op moet laden. De batterij is aardig leeg na gisteren. Echt heel veel gefilmd. Ik heb net trouwens wel de video's gedeeld. En ik hoop dat ze het echt heel erg leuk vinden. Ik heb er in ieder geval heel erg mijn best op gedaan. En ik heb het met liefde voor ze gemaakt. Dus. Oh. Dus ik hoop dat ze er heel erg blij mee zijn. Dit is mijn digitale knutselwerkje voor ze. En aangezien ik nu toch... Heel de dag eigenlijk heel weinig kan. Ik denk ik ga mezelf even lekker verwennen met een lekker maskertje. Maar uit de weg. Ik heb vandaag deze. Deze is van Dr. Van der Hoog Healing Honey. Peel-off mask, poriën verfijnend en reinigend. Heel benieuwd. Even kijken. We moeten er maar even een verwend momentje van maken. Sorry, last. Ik vind altijd dat die dingen zo moeilijk open gaan. Zo. Maar hij ruikt ook echt naar honing. Hij ruikt wel heel lekker. Let's see. Mijn huid is trouwens gewoon gereinigd verder hiervoor. En ik gebruik even mijn camera als spiegel. Hij is heel dik. Ik hoop dat mijn huid er dan een stukje beter uitkomt zo, want het is zo'n drama elke keer. Zit helemaal op. Het is echt doorzichtig. Vorige keer had ik helemaal glittertjes. En die zag je heel goed zitten. Deze zie je dat een stuk minder. Ik moet zeggen, het is echt honing. Het plakt echt helemaal aan mijn handen. Ik heb nooit gehad dat een masker zo erg plakte. Maar ja, dat vind ik op zich niet raar bij honing. Ik ga hem nu lekker even een kwartiertje op laten zitten. En ik ben heel benieuwd hoe mijn huid dan zo is. Ik heb hem een kwartiertje op nu. Ik moet zeggen dat hij heel snel droogt. Dus ik ga hem eraf halen. Het was echt al maar 5 minuten bij mijn mond. En kinder had ik hem natuurlijk wel als eerste ook op. Ik moet zeggen. Ik vind dit zo grappig. Hij had er best goed af. En vaak heb ik dat er dan stukjes meekomen.
voel me net zo'n slang nu die zijn huid aan het verliezen is. Wow, deze komt er echt bizar goed af. Ik heb altijd dat ze scheuren. En dat was natuurlijk ook mee. Oh, hij zit in mijn haar. Dit is echt grappig. Dit is mijn gezicht. Hilarisch. Zeg maar, het voelt wel echt lekker ervan. Alleen die kleine stukjes nu nog. Ik had trouwens een onderbreking. Ik had hem natuurlijk half af. Toen werd er aangeklopt. Dus ik denk, oh, misschien een pakketje of zo dat Marco iets besteld heeft. Maar was er een of andere verkoper voor de deur. En veel verder is die eigenlijk een beetje mijn wenkbrauw, maar helemaal goed eraf gekomen in één keer. En mijn huid voelt wel echt heel zacht. En benieuwd of die plekken dan... Hier, wel een klein stukje. Of die plekken dan ook minder zijn. Als ik vanavond of zo kijk. Maar ik moet zeggen, mijn huid voelt echt wel heel fijn. Ik ben blij met mijn maskertje en ik ga nou even de laatste stukjes uit mijn haar pulken. Ik heb mijn picknickbestelling weer binnen. Super fijn dat dat nu zo kan. Ik zal ook gelijk de link van Picknick hieronder nog even neerzetten. Dan kan je de app downloaden en als je inschrijft dan heb ik een kortingscode. En met die code krijg je 5 euro korting op je eerste bestelling. Dus dat is altijd lekker. En als je in de wacht staat, totdat je aan de beurt bent, krijg je ook nog altijd wat extra's van Picknick. Dus dat is helemaal leuk. Dus ik zou zeggen, schrijf je in en gebruik de code. Heel de dag bankgangen en ik heb gewoon echt geslapen op de bank. Eigenlijk meer uit verveling dan uit vermoeidheid, want ik had eerst even geslapen. Toen voelde ik me niet echt moe meer, maar ja, ik was me zo tevreden. Toen ben ik gewoon weer gaan slapen. Dan gaat de tijd in ieder geval sneller. En nu komt ze gelukkig bijna uit school en dan heb ik weer even wat leven in huis. Maar ja, iedereen omheen, mensen werken en alles, dus... Ja, het is ook niet zo dat iedereen dan op de bank kan zitten bij je. Dus dat is maar jammer dan helaas. En als zij al thuis komt, komt Marco ook daar op thuis. En die gaat koken en ik ga zo even kijken of ik wel even wat weet over boter. En er zit sperzieboontjes in, dus doe zo de sperzieboontjes weer op de bank, want dat kan ik zitten doen. En ik heb de pannen natuurlijk allemaal staan. Maar ik denk dat ik dat straks of met Sarah of met Marco vanavond doe, ik weet het niet. Ga gewoon even kijken. Maar ik merk gewoon echt in mijn been dat het gisteren best wel zwaar was ervoor. En ik merk ook echt dat de rust wel echt goed doet als ik er niet op loop. Alleen voor mijn hoofd is het gewoon niet goed. Ik word gewoon te weinig geprikkeld, zeg maar. Ik heb prikkels nodig dat ik bezig ben en dingen doe. Ik ben echt moe van het slapen. Nu. Maar goed, ik loop ook echt in mijn pyjama met Marcus Strijden overheen. Ik heb ook echt geen zin om aan te kleven op te maken. Ik blijf maar uit. Alleen hier heb ik nog steeds, ja, ik weet niet of je het ziet, hier de plekjes en die zitten nog. Dus ik hoop eigenlijk dat die wel weggaan ervan, want het zal nog heel even duren. Maar we gaan het zien. Boat. Wij hebben lekker Bobotie. Zij is lekker aan het zingen. Hoe deed je dat, Bobotie? Oh, nou kan je alleen maar rijden. Nou, ik ga een van de interessantste dingen doen die ik ooit in de vlog heb gedaan. Ik ga mijn pannen uitzoeken. En dat kan ik zitten doen. En we hebben echt veel pannen. Kijk, dit dan allemaal. Het is lekker donker. En van deze set staan er nog 2 in de vaatwasser ook. En dan hebben we dit allemaal. Dus het is een aardige collectie. Dus dit moeten er minder worden. Ik denk dat ik eerst de pannen die ik sowieso wil houden in de kast moet hebben en dan daarna verder moet gaan kijken wat er overblijft en of ik dat weg wil. Nou, zijn we even verder, maar een hele grote pan gaat weg en 2 kleine pannen gaan weg. En de rest, ja, ik gebruik ze gewoon, dus dat is niet handig om ze weg te doen. Maar die ene grote en die 2 wat in ieder geval normale pannen. Het scheelt toch wel een stukje in de kast, dus... Die is voor nu goed. Dus dan hebben we toch weer een kastje gehad. Jullie worden volgens mij echt net zo moe als ik van mezelf van mij opruimen. Maar goed. Ik ben blij dat ik dit in ieder geval gedaan heb. Tussendoor ook pauze gehouden. Gewoon met mijn been weer omhoog. Want echt, kon gewoon niet ver tegelijk. En dat ga ik ook voor mijn oom. Want het wordt een heel mooi verhaal zo. Ik vind mezelf ook echt heel interessant. Het is alweer veel te laat, as usual. Dus
snel alles uit en mijn bedje in. Oh, er staan nog lampen aan, maar het lijkt of het helemaal donker is. Of zie je me nog? Nee. Even naar het licht. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal hieronder. En dan zie ik je morgen. Doei doei!